Ik heb mijn eigen shirt ontworpen. En ik werk nou inmiddels ook bij Roy Donders in de winkel op zaterdag. En die heeft mij toch wel een beetje geholpen met de shirt op gang te krijgen. En hij is daar ook te kopen en zo, dus dan gaat het allemaal super. Ja, zoals jullie hebben een heel mooi shirt gekregen met achterop het logo van TV Oranje. Hoe lang duurde het nou over om al die steentjes erop te verwerken? Nou, ik heb het natuurlijk niet zelf gedaan, ik heb het natuurlijk laten doen. Maar ik heb wel gezegd van nou, het moet echt op en top zijn. Want een stuk voor TV Oranje moet gegeven worden. Verder, hoe gaat het met school? Ja, ik zit in het laatste jaar. Ik moet wel mijn examen halen dit jaar. Dus ik ben benieuwd of... mijn punten zijn wel goed hoor, daar niet van. En ik krijg alle medewerking voor school. Ik zou eigenlijk nou ook op school moeten zitten. En dan vind ik echt super blij omdat ik dan bijvoorbeeld weg mag. En dat is ja gewoon topschool. Dus af en toe knijpen ze nog een oogje dicht. En mag je nog eventjes gaan voor je werk? Ja. Maar ik moet natuurlijk wel goede punten blijven halen en mijn examen halen, want daar draait het om. En dan moet ik na dit jaar nog een opleiding proberen te zoeken, wat wel een beetje in mijn richting ligt. Kijk, en ik zou naar de Herman Brood Academie willen in Utrecht. Dat is allemaal met muziek. Maar daar is mijn niveau iets te laag voor. Dus dan ga ik kijken of producer worden misschien iets leuks is om te doen.